vandaag dinsdag en vandaag heb ik een fotoshoot voor United Wardrobe. Zoals jullie wel weten wilde ik mijn kleding kwijt, of tenminste ik wilde het verkopen. En toen kreeg ik dus de aanvraag vanuit United Wardrobe of ik het leuk vond om een fotoshoot met hun te doen met de kleding die ik dan dus zeg maar ga verkopen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb om 12 uur afgesproken met Kirsten, dat is de fotograaf, in het Pulitzer Hotel, zo uit mijn hoofd. En dat is gewoon in Amsterdam, dus ik hoop dat ik een goede parkeerplek kan vinden straks. Maar ik ga zo die kant op, ik ben ruim op tijd. Dus ik zal ook even de koffer laten zien die ik trouwens mee heb. Allereerst heb ik hier 3 volle tassen met kleding. En hier, deze koffer zit ook helemaal vol met kleding. En hier zit de kleding in die ik straks ga dragen voor de fotoshoot. En alles wat hierin zit gaat dus uiteindelijk ook verkocht worden. En die tassen dus ook. Dus hou het vooral even in de gaten. Ik zal het op Instagram ook wel even laten weten zodra alles daar op de app staat. Ik zal gelijk nog even laten zien wat ik vandaag aan heb. De fotograaf zei namelijk dat ik beter gewoon wat zwarts aan kon trekken. Dus ik heb nu mijn zwarte broek aan met mijn boots van Come Get Fashion. En deze jas is van Topshop. En deze trui is van ASOS. Nou, ik ga op reis en ik neem mee. Nee, jammer genoeg ga ik dus niet op vakantie. Maar goed, ik drink nog even mijn koffie op. En ik neem broodjes mee en soja drink, die van de Albert Heijn. Die had ik nog en die is nog koud. Dus ik ga zo die kant op. Ik ga nu rijden. Het is echt koud buiten. Dus gelukkig heb ik nu die trui eronder aan en deze jas, want dit houdt me wel goed warm. Oh jongens, ik ben aangekomen in Amsterdam en kijk het zonnetje. Zo mooi altijd hier. Ik sta gelukkig goed geparkeerd. Ik ben bij het Pulitzer Hotel. Het ziet er echt super mooi uit hier. En we staan nu namelijk even buiten, want we gaan straks zowel binnen als buiten gaan we shooten. En hier heb ik een beetje alle kleding neergelegd. En daar zit natuurlijk ook nog wat meer in. Dus ja. Oh, ik zit weer in de auto. Het is zo koud buiten. En we hebben heel veel leuke foto's gemaakt met leuke kledingstukken. En ik weet vrijwel zeker dat jullie die kleren ook leuk gaan vinden. Dus hou het even in de gaten. Op mijn Instagram hou ik jullie op de hoogte wanneer de kleren te koop zijn. En je kunt alvast de app downloaden. Dat is United Wardrobe. En daar komen straks al de kleren op te staan. Ik ga nu in ieder geval richting mijn schoonmoeder rijden. Die zit ook in Amsterdam met Eli. Dus ze zitten nu bij de kapper. En daar ga ik eventjes naartoe. En dan kunnen ze met mij mee terugrijden. Dus dat scheelt ook alweer voor hun. Okay. Ja, ben je er weer? Wachten we even op oma? Ja. Ja? We gaan nog niet eten. Je mag straks eten, ja? Ja. Oké. Okay. Ging je wandelen met oma? Ja, met de trein, met deze, met die. Met de trein, hè? Ja, met trein. Ja. Wij zijn weer thuis. Het heeft allemaal wat langer geduurd dan we hadden verwacht. En verder is de shoot gewoon heel goed gegaan. Ik heb telkens verschillende kledingsetjes aangehad. Dus de foto's zijn ook heel leuk geworden. En die krijg ik dan als het goed is deze week nog toegestuurd. Maar daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar ik heb niet heel veel daardoor dus kunnen filmen, omdat het gewoon lekker doorliep. En daarna ging ik mijn schoonmoeder en Eli ophalen. En toen kwamen we ook nog in de file terecht. Dus uiteindelijk een beetje haasten, want we moesten ook nog boodschappen doen. Maar ik sta nu lekker te koken. Ik zal wel even laten zien wat ik aan het maken ben. Ik heb hier gewoon pasta saus met groenten en gehakt. En hier heb ik, even kijken, van die fusilli en vlindertjes heb ik door elkaar gedaan. Want ik had dat nog over. Dus dan dacht ik, ja, dan kan ik het net zo goed bij elkaar gooien. Dus dat gaan wij vanavond eten. Volgens mij ga ik ook echt ziek worden. Ik voel het altijd al aan mijn keel. Dus ik hoop echt niet dat dat het geval is. En anders mocht het zo zijn, dan ben ik blij. Want dan is het nog voor kerst in ieder geval. Oh ja, wat wij trouwens gaan doen met kerst. Kerstavond, of nou ja, eerder kerstmiddag kan ik beter zeggen. Dan zijn we bij mijn moeder. En dan gaan we gewoon daar kerst vieren in Culemborg. En het is wel gezellig, daar lekker knus. En dan die avond gaan wij uit, Maarten en ik. Dus dan slaapt Eli, die slaapt dan bij mijn moeder. En even kijken, zaterdag, zeg ik het goed, dat is de eerste kerstdag. Dan zijn wij gewoon thuis. En we zouden eerst gewoon, Maarten, Eli en ik, zeg maar, zouden met z'n drieën thuis zijn. Maar toen zeiden 2 vrienden van Maarten ook van, hey joh, wij doen ook niks. Nou ja, kom maar gezellig hier dan. Dus het wordt gewoon gezellig hier eten.
En ja, verder zien we dat wel voor de eerste kerstdag. En de tweede kerstdag, dan zijn we bij de moeder van Maarten. En er komt ook heel veel familie en zo die kant op. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat wordt wel gezellig. En lekker eten altijd. Surinaams toch? Ga je trein bouwen? Ja, ook spelen. Ja, mama gaat ook spelen. Ja. Zo, lekker eten. Ik heb er nog wat kaas overheen gedaan. Dat is altijd wel lekker voor de extra smaak. Dus helemaal goed. Gekheid. Oeh, love it. Ik kreeg dit pakketje net binnen. Of tenminste net. Deze kreeg ik vanochtend al binnen, maar ik had hem nog niet uitgepakt. Deze heb ik van, volgens mij, een PR-bureau binnengekregen. Ja, van House of Rebels. Heb ik die binnengekregen. Echt super nice. Ik hou echt van scrubs. En dit is dan die van de Body Shop. En dit is de Brazilian Cupouchu of zoiets. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. En dan scrub in oil. Wacht, ik ga het even laten zien hoe het eruit ziet. Hij ruikt zo lekker. En je ziet echt die olie zo erin zitten. Dit is echt wel eentje die ik ga uitproberen. Volgens mij moet je dit nog een beetje zo mengen. Als je met je vingers erin gaat. Wil je ook we samen een toren maken? Ja, je hebt alles zo hier. Oh, kijk, dit is een toren. Kijk. Ja, doen we nog maar eentje op? Uh-oh, wacht, we moeten iets anders eronder zetten. Hier, we gaan het hier op doen. Kijk, dat is wat steviger. Uh-oh, oh, hij staat nog. Het kan nog. Doe de rest er ook maar bij. Goed zo. Nog meer. Geen idee. Klaar jongens? Ah, nee, hij gaat wel. Zo. Jeetje. Ja. Kan er eentje gillen? Laat vallen. Wat zei je? Laat vallen. Wie heeft dat gedaan, Ila? Ila gedaan. Wanneer heb je dat gedaan? Ja, zo. Waar? Oh nee, is zijn stift. Dat is denk ik die stift, die natuurlijke, zeg maar, hij heeft hier van dat stift. Pak gewoon niet even, waarom heb je het gedaan? Ik kan die hier op tekenen, maar dat kan je ook zo weer weghalen. Ja, heb je dat ook op de bal gedaan? Ja, kom maar zo voorbij. Ik kan hier gooien, en daar gooien. Waar moet gooien? Ik had net trouwens deze bitterkoekjespudding gehaald bij de Lidl. Volgens mij heb ik deze nog nooit geproefd van de Lidl. Alleen van Mona volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd. Die ga ik maar eens eten. Deze is wel echt lekker. Er zitten ook stukjes bitterkoekjes in. Very nice. Ik zit nog even lekker op de bank. Ik heb mijn badjas over mijn kleren heen gedaan. Want ik voel toch wel dat ik een beetje ziek ga worden. Ik had het gisteren al dat je echt zo je keel voelt. En ik heb al de hele tijd van die rillingen. En dat had ik vorige keer ook toen ik een beetje griep kreeg. En daar heb ik echt... Nou, ik denk dat ik echt nog 2 dagen daarna ook nog heel erg vermoeid was. En heel weinig energie had en zo. Dus ik hoop niet dat het weer zover is. Ik denk dat het wel meevalt. Maar toch, je voelt het wel aankomen. Maar goed, ik ga nu niet heel veel bijzonders meer doen. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten en jullie zien ons de volgende video weer. Doei doei!